Welk experiment Stijn ook uitvoert, het komt altijd neer. Smerig. Het is altijd glibberig en goor. Ja. Gewoon. Ik bij heb wel vaak nachtmerries van Stijn. Bij heb welk... je dat ook? Ja. Ik ga Stijn moet denken. Ik krijg kippenvel overal. Maar vooral deze dingen. Nee, oh, maar... Oh shit, moest even van Stijn denken. Oh man. Zou ik u wat mogen vragen? Ja. Weet u misschien waar de Schouwburg is? Weet u misschien waar hier in de buurt een coffeeshop zit? Niet in de... Ja, ik ben daar niet echt bekend. Totdat je aan je... Je staat wel heel dichtbij. Doe je dat altijd? Doe ik dat echt? Ja. Zie je wel die kant op. Brug over. Haarlemmerstraat op. Koepelkerk. Je doet het weer. Ik weet niet wat het is. Aantrekkingskracht. Ik denk dat dat het is. Nou, heel erg bedankt in ieder geval. Stijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je ook als een verkrachter kijkt als je dit doet. Hoe jij achteraan, lief jongen. Stijn, hoeveel geld heb jij nu op je pasta? 6 cent. 6 cent? 6 cent. En, maar jij hebt heel erg veel zin ergens in, toch? Ja, een ijsje met spikkels. Goeiedag. Heeft u soft ijs? Ik heb vanaf 1,20. 1,20. Klein. Doe mij maar een kleintje. Heeft u ook spikkels? Spikkels. Zou ik mogen pinnen? Tuurlijk. Oh. Nog een keer? Ja. Nog even. Ik heb alleen 15 cent. 15 cent? 15. 15 cent? Die kost 1,40. 1,35 erbij. Sorry. Ik heb helemaal niks bij me nu, maar ik... Neem die mee en ga. Dank u wel. Super, dank je wel. Het begint te huilen, weet ik niet wat ik nou... Hij heeft een smeerlap. Het is niet al gelukt. Goedendag. Hallo. Zie je dat u ook gebruik maakt van mineralen voor de make-up? Op mineraalbasis? Ja. Ja, heel leuk. Ja, want u koopt het ook? Ja. Nee, ik zie dat direct. Dit is gigantisch gokken. Nee. Nu zit je te liegen, jongen. Nou, ik lees als een blaadje. Ja, zie je wel. Ik heb het vandaag ook op. Ja, maar je hebt ook een blushje. Een blushje, ja. De guyliner is tegenwoordig helemaal weer in. Dus dat doe ik zelf. Kan ik deze even laten zien? Kijk, deze heeft een lichte glinster. Ja, dat vind ik zelf heel erg mooi. Ja, ik hou er wel van. En dat mag ook. En, zeker de zomeravonden, ja. Vind ik dat gewoon heel erg leuk. Ja, dan mag er wel een glinstering in zitten. Zeker voor een kerstavond is dat waanzinnig leuk. Het is ook leuk in de herfst, in de zomer, in de lente, noem maar wat. Er is gewoon nog niemand op mij afgekomen en zegt, hey, wat doe jij hier? Wat help jij mensen? Goeiedag, mag ik wat vragen? Beneden. Ja. En ik doe daar de make-up adviezen. Alleen ik heb er nog helemaal geen koffie aangeboden gekregen. Waar kan ik misschien koffie drinken? Het is mijn eerste dag ook hier. Verbinding vind je best. Oké, perfect. Dankjewel. Hallo. Hallo. Goeiedag. Voor? Ik kom voor koffie. Koffie? Het was maar goed dat jij 7-stendige make-up opvat. Ja, dat is zeker weten waar. Ik sta beneden bij de make-up afdeling. Ja, maar u bent? Van de adviezen. Oh, ik weet niet. Zo, hallo, ik ben Stijn van Pint. Goeiedag. Oh ja, ik ben heel snel even aankomen waaien, dus het is even heel snel allemaal. Oké. Dankjewel. Hi. Smakelijk. Hier kan ik de koffie pakken. Ja. Hallo, Stijn. En wat kom jij doen? Ik sta beneden. Ik doe ook voor make-up adviezen doe ik vandaag. Daar ben je helemaal type voor. Ja? Ja. Smakelijk nog allemaal. Ik ga nog even aan de gang. Doeg. Nou, jullie hebben redelijk sprekende gezichten namens. Nou, daar kan je best wel mee spelen natuurlijk. Oh, dankjewel. Je hebt hele leuke, jukbeenderen bijvoorbeeld. Zou je de echte Wil jij mij make-uppen? Volgende keer denk ze wel even drie keer na voordat ze zoiets vraagt. Kijk, ik heb een redelijk lichte kleur.
Oh, vind je zelf... die licht? Oké. Okay. Nee, die vind ik redelijk licht. Oké. Okay. Tenminste, hij is wel heel sprekend natuurlijk. Zo, Jezus Christus. Maar dan trek ik hem helemaal van voor naar achter, van voor naar achter. Kijk. Ja, en dan, nou, je ziet het verschil. Ja. Het is echt een beetje alsof je direct uit de zon komt. Nou, beter dan dit ga je het echt niet krijgen. Nee, je moet stoppen op je hoogtepunt. Dit ging toch gewoon monstergoed. Ja, ze stinken er allemaal in, want ze denken het is een kenner, dus het zal wel wat hij zegt. Ja, ik vond het, ben jij een talentvolle jongen.